Zo. Jacob, dit is mooi, joh. Een beetje vechten. Ah, schitterend. Ze zijn ook aan het baltsen, hè, met die koppen zo. Echt mooi horen. Ja, het Grevelingenmeer blijft altijd verrassen. Nu lopen de flamingo's, een enorme groep flamingo's, tegen de Grevelingendam aan. Nou, hier hebben we ze nog nooit gezien, althans ik niet. Ik wist wel dat ze hier af en toe in die bocht lopen. Maar ze lopen hier pal onder de kant door. Ja, het is echt magnifiek. We wanen ons in de Camargue. Ik zie verschillende kleden, zeg maar. Hele roze en een beetje meer wit. En sommige met een grijze kop. Het Grevelingenmeer zie je vanaf deze kant echt heel wijd. We kijken helemaal naar de overkant. Maar onze blikken zijn natuurlijk gericht op die flamingo's. Ja, wat Sjaak al zei. De ene is wat meer roze dan de andere. Het zijn drie soorten. Maar dat is allemaal wel bekend. Het is gewoon prachtig om te zien. En je kunt ze hier vanaf de dijk prachtig bekijken. Nou, ik ben benieuwd wat onze vogeltocht nog meer gaat brengen. Maar deze flamingo's hebben we toch al mooi binnen. Mooier dan nu hebben we ze nog nooit eerder gehad. Ja, echt een knoopert van in. Schitterend, zei hij. Ik kwam een tunneltje en denk, hey, wat is dat? Ja, ik zag al wat ganzen vliegen. We waren nog niet weg van de Grevelingendam bij de flamingo's. Of er kwam een zeearend overwieken. Nou, jij hebt hem gisteren kunnen zien. Maar een eentje verder zagen we een zeearend op zijn nest zitten. Ja, dat begint ook. Die grote roofvogels beginnen nu al met nestbouw, zijn druk bezig en zullen binnenkort hun eerste ei gaan leggen. Nou, het is wel een enorm nest daar in die boom. Het is een paartje dat vorig jaar daar ook heeft proberen te broeden, maar dat broedsel is mislukt. Nou ja, hopelijk lukt het dit jaar wel. Nou ja, zo vind je hier langs de hele noordkust van het Grevelingenmeer prachtige plekjes om vogels te kijken. Er loopt wel veel. Ik heb hier kieviten. Ja, pijlstaart heb ik hier. Ik heb een mannetje in beeld. Er loopt daarachter nog een tureluur en een schorhengst. Er waren twee of zo, mannetje en vrouwtje. Ja, klopt. Maar waren het vrouwtjes, weet ik niet. Oh ja, hier zie ik ze. Ja, het vrouwtje zit erachter. Oh, dat heb ik niet in beeld. Een paar meter erachter. Oh. Dat is gewoon 2 meter, hoor. Oh ja. Nou, we zijn nog steeds aan de noordkant van het Grevelingenmeer. Helemaal bij Oudorp. Ik sta hier bij het haventje van Oudorp. Klein, pittoresk jachthaventje. En we hebben daar uitzicht over het vogeleiland Markenje. Ja, dat is ook een prachtig vogeleiland. Het is weliswaar wat ver van de dijk vandaan. Dus je hebt echt een telescoop nodig om de vogels goed te zien. Maar ga daar eens even lekker op die dijk staan. Of lekker onderaan de dijk zitten. Je hebt een prachtig uitzicht over een fantastisch vogeleiland. In de zomer broeden daar visdieven en dwergstens. Het is nu begin maart, dus die laten zich nog niet zien. Maar ik zag er wel andere mooie soorten. De pijlstaart, een paardje pijlstaart er zo tegen dat eiland aan. Maar wat ik vooral mooi vond, dat waren de goudplevieren. Een zwermpje goudplevieren dat opvloog en weer neerdwarrelde samen met de kievieten. Nou ja, verder natuurlijk gewone watvogels die je hier overal kunt zien. De bergeenden, scholexters. Ik zag nog een eenzame wulp. Ergens zag ik ook nog een tureluurtje lopen. En de knobbelzwanen zoeken ook naar voedsel in dit zoute water van het Grevelingenmeer. Nou ja, Markenje, even een punt om te onthouden. Zeker in de zomer, juni, juli, is het een fantastisch plekje om naar sterns te kijken. Hoe noem je het? Ik zie een zwarte zee eend en een zaagweg bij elkaar. Zie je? Zie je daar? De zee is vrij leeg bij de Brouwersdam. Maar we hebben een zwarte zee eend gespot. En die schudt zijn hamer uit. Die zijn aan het invetten of zo, aan het wassen. Hier, de zeehond. Filmen. Mooie neus.
Weer een zeehond, net de vijfde keer bij die dooda's. Dit is natuurlijk altijd een mooie tussenstop op de Brouwersdam. Het is vandaag lekker guur, het is koud, er staat een windje, lekker fris. Dus we staan te blauwbekken, maar dat doen we niet voor niets. Want hiervoor drijft een zwarte zeeëend, een mannetje. Gitzwart is die en hij is zich aan het poetsen. En af en toe dan flappert hij met zijn vleugels. Achter hem zwemt een mannetje middels de zaagweg. Ja, die zien we hier altijd wanneer we aan de Brouwersdam zijn in de winter. Maar ook mooi, wel ver weg, was deze roodkeeldijker. We zagen er verschillende, minimaal twee. Eentje daar en eentje richting het strand. En als klap op de vuurpijl ook nog een grijze zeehond. Hier vlak onder de kant. Hij dook een paar keer op en liet zijn kale kop aan ons zien. De Brouwersdam, even een tussenstop. We gaan nu naar de bakker, even wat broodjes scoren. Had je hem? Ja, die gaat als een brandweer. Die gaat erin en eruit. Ja, maar het licht is daar niet mooi. Ja, maar zegt ja, nee, meelicht. Als je daar op het strand staat, waar die meelicht. Ja, op het strand. Ik ben op weg naar de hut in de inlaag Keihoogte. Maar zojuist waren we bij Oudorp. Ja, tussen Markenje en de Brouwersdam zagen we in een weiland kramsvogels fourageren. Ze waren aan het voedsel zoeken en je ziet dat ze de ene pier na de andere uit dat weiland trekken. Ik heb dit jaar eigenlijk nog niet zo heel veel kramsvogels weten vast te leggen. Misschien zelfs wel niet één. In dit weiland liepen er vijf rond. Die kramsvogels zijn relatief grote lijsters. Ze hebben ook een gespikkelde borst, bruin bovenlijf en ze hebben ook wat tinten grijs in het verenkleed. Wat opvalt is dat ze een beetje variabel zijn. De een is heel licht. Kijk, dit is een hele lichte kramsvogel. En de ander, die is veel donkerder. Kijk deze dan. Die heeft een donkere borst. Ja, kramsvogels hebben een aantal jaar geleden in Nederland gebroed. Maar volgens mij doen ze dat de laatste jaren niet meer. Ze broeden wel in Duitsland en in omliggende landen. Maar in Nederland dus niet. Of nauwelijks. Maar in de winter kun je ze wel zien. Want ze overwinteren hier. Waaronder in dat weiland bij Oudorp. Nou, daar zie ik wel een partij slopeenden. Ja, we staan in de vogelkijkhut in de inlaag Keihoogte bij Wissekerke. Onze favoriete vogelkijkhut. Zeker wanneer het hoog water is in de Oosterschelde. Want dan hopen we dat hier allerlei steltlopers staan. Die staan er nu nauwelijks. Wel een groepje tureluurs. Maar dat is het ook wel. Wat we wel zien, dat zijn heel veel eenden. Dus Jaak, wat zie je allemaal? Ik zie hier wel wat eendensoorten. Slopeenden, krakeenden, sminten, wintertaling, wilde eend. Wat zie ik nog meer? Wat gaan er deze ganzen? Schoollektertjes, kokmeeuwtjes en tureluurtjes. En hier nog kuiveentjes. En nog een paar kuiveentjes. En een paar meerkoeten. En een paar grauwe ganzen. Dan heb ik denk ik alles gehad. Dat is een groepje wintertaling, een stuk of 4, 5. En die zijn aan het balsen. De mannetjes maken zich druk. En je ziet één mannetje die maakt zijn dansjes. Hij ligt zijn kont op. Hij komt met zijn bovenlijf boven water. Maakt zo'n parmantige beweging. En dat doet hij allemaal richting de vrouwtjes. En naar die andere mannetjes. Die ook indruk willen maken op die vrouwtjes. Nou ja, dat is de bals van de wintertaling. Het is wel een bijzonder om te zien hoe die eenden op elkaar reageren en hoe ze die mooie, parmantige dansjes op het water maken. Het water staat hoog. Het zijn vooral de eenden die we hier zien. En het is koud. Het regent en het is koud. De noordwestenwind staat hier pal op de hut. Maar het was wel een mooie tussenstop. Dit is onze vogeltocht. Dat was het, Jaak. Zo, en zo eindigt onze vogeltocht hier bij de Karrevelden en op de Oesterdam. Jaak is inmiddels naar huis. Maar ik ben op het eiland Tholen bij het gebied waar ik ooit begonnen ben met vogels kijken en vogels tellen. De Karrevelden hier achter me. De
karrevelden zijn nu leeg. De wulp en de rotgans en de wintertalingen die er net nog waren, zijn nu weg. En dat komt door een slecht valk. Dat zag ik vanaf de Oesterdam. Alles vloog op. En boven die groep, boven de wulpen, vloog een slecht valk. Ik heb het helaas niet kunnen vastleggen. Maar hier stonden dus grote groepen wulpen, want het was hoog water in de Oosterschelde. En aan de andere kant van het dijkje liep een grote groep rotganzen te fourageren. Nou, het is inmiddels aan het eind van de dag, het begint te schemeren. De konijnen op de Oesterdam wagen zich al uit de vegetatie en lopen te grazen. En de kokmeeuwen die beginnen al te ruien. Je ziet het aan die koppen. Deze kokmeeuw is nog net niet in zomerkleed, maar het is er al bijna hoor. Die chocoladebruine kop. Ik heb ze al met een volledig bruine kop gezien. De karrevelden en de Oesterdam. Het laatste punt van onze vogeltocht over de Zeeuwse eilanden. En natuurlijk ook over de Goeree-overvlak heen dat nog net Zuid-Holland is. Het was weer een mooie tocht met als hoogtepunt de flamingo's waarmee we begonnen. En natuurlijk ook de zeearend die we op de Grevelingendam voorbij zagen vliegen. En die we even later ook op het nest zagen. Ergens aan de noordkant van het Grevelingenmeer.